gaat iets niet goed. Maar Merel, R9 kapseltje of? Komen pizza's brengen. Die zijn groot. Deel 2 van Italië. Yes! Lamero en ik zijn even uitgestapt. Dit moesten we even filmen. Wauw. We staan dus hier. Jongens zijn nog even aan het uitslapen. Ja. En waar zijn wij wakker geworden? Hier. Ja, op een berg, joh. Dan gaan we even op de camping kijken. En vanmiddag gaan we alweer naar een andere camping. Ja, dan mag ik even jouw haar laten zien. Mama, heb jouw haar helemaal leuk gedaan. Moet je niet omhoog kijken? Kijk even. Vind je mama wel eens leuk, hè? Om even met je haar wat leuks te doen. Ja. Maar meestal probeer ik gewoon iets net als deze keer. Maar deze keer vind ik het leuk uitgepakt. Wat vind jij ervan, Dennis? Helemaal hartstikke mooi. Nou, gaan we eens even kijken of we een mooi uitzicht hebben op zich. Staat daar iets in de fik of zo? Maar verder, ja. We staan wel echt op een berg. En hierboven is iets heel leuks. Dat wist ik al vanaf de kaart. Maar het ziet er wel heel leuk uit, dus... We wouden eigenlijk snel gaan, maar we gaan nu nog even een uurtje met de jongens wat leuks doen. Dennis duikt al achter de computer en ik ga even met de kindjes snel zo jullie wat laten zien. Wat heb jij aan vandaag? Een bikini. Een bikini? Ja. Wauw. We gaan even zwemmen. Dus dat wordt leuk. Vienna doet even de bandjes zelf opblazen. Lekker bezig. Vienna, wat ga je doen? Een bommetje. Oh, wacht even. Ja, het moet nog even duren. Ik wacht echt tot ik moet wachten op die mens. Stout het? Nee, zag je het. Ja, ik heb het wel op die mensen. Jij gaat zo naar die man. In Italië, in het zwembad in de bergen. Ja. Dat is wel leuk. Oh, goed zo. Oh, je kan jezelf aanzetten, jongens. En hier zit een knopje. Hier staan. Mama, maar je kan mee. We gaan weer naar papa. Een kleine dino, joh. Oh, gaat hij nog rennen? Ik kan hem bijna aanraken, joh. We staan al ongeveer een half uur al voor de camping waar we vannacht hebben geslapen. Ja, we moesten om 12 uur uitchecken. Nou, dat hebben we gedaan. Maar nu moeten we op zoek naar een camping met goede wifi. Ja, om die vlog online te zetten en te maken natuurlijk. Dat valt nog niet helemaal mee. Veel campings zijn ook al gesloten in Italië. Ja. Dus dan zijn we nou zo dan naar een hotel. Een nachtje. Om daar die vlog te maken en online te knallen. En dan weer verder. Maar ja, bij een hotel hebben we een paar gebeld. Dan kun je niet parkeren met de camper. Of op een parkeerplek een paar kilometer verderop. Ja, dat schiet niet op. Dan komen we morgen terug. Dan zijn alle ramen eruit. En, Ja, dus nu hebben we er een gevonden. En dan gaan we nu naartoe. Hopen dat het wat is. Ik ben benieuwd. We gaan het zien. Dus, het is weer spannend. Een uur en een kwartier rijden. Ja. Dus gas en dan gaan we aan het werk. Hier gaat iets niet goed. Super goed. Kijk supergoed. Die Dennis blij kijken met slechter eten. Helemaal blij is die. Kom even van die weg af. Ben je blij, Dennis? Ach. Zeg jij? Ben je blij? Ja. Eten. Valt reuze mee. Jij wordt blij van dit eten. Ja, ik word helemaal blij. Dit wil je het liefst elke dag.
Nee, achterin. Nee hoor, ik kwam eigenlijk voor de pizza's in Italië weer weg van deze stoel. Hier hadden ze niet eens, hoe heet dat, van die Mac, die saus die ze bij de Mac altijd hebben. Oh, pizza. Die hebben we allemaal mayonaise. Oké. Okay. Mag ik erbij? Ja. Mag ik langs dan? Nou, hier, alles thuis. Nou. Wel naar een culinair hoogstandje dit, denk ik. Ja, jongen, ik moest alle tassen tillen van Dennis. Dennis! Hé, grapje, dat moet... We zijn aangekomen op een nieuwe camping. Meer heb een heel gat gekregen. Ik heb net weer een tand eruit getrokken. Dat is denk ik al de derde afgelopen maand, of niet? Ja. Maar die anderen zijn hard gegroeid, dus ja, aan deze kant heb ik die nu alleen een gat. Ik heb zullen wij even met z'n tweeën, of jullie tweeën even naar de speeltuin? Ja. Of mij, Lamero? Nee. Ik ga niet alles. Nee, ik. Nee, ik ook. Oké, okay, ik heb Vienna gaan. Dus ik ben met buurman. Vienna? Vienna, weet je nog dat mama thuis het huisje weg had gedaan? Ja. Nu kan je in ieder geval hier weer even in zo'n huisje spelen. Ja, nou dit is jouw huisje, dit is mijn huisje. Nou, Lili had ook een huisje. Welkom mama. Dit? Hallo? Nou, go! Ik ben Vienna's nieuwe buurman. Dat is mijn huisje en dat zijn mijn veel dingen allemaal. Dat heb ik ook eentje voor haar gekregen, Veer. Want zij is natuurlijk een kabouter. Want Vienna zit in de pandenstoel. Weet ook al wat het is. De meneer van de pizzeria zegt gekko. Oh, gekko. En ze eet muggen. Dus wij zijn er blij mee. En ze doen verder niks. Maakt geen geluid. Ja, dat is perfect. Goede muggenvanger. Moeten we meenemen? Ja, ze moeten we thuis ook hebben. We zitten weer bij de pizzeria. We gaan weer pizza. Jongen, jongen. Elke dag pizza. Ja. Lekker. Morgen ook denk ik, want ik heb al gezien dat het hier goed uitziet. Ja, het ziet er gezellig uit. Nou, ik word geholpen met de was. Vandaag hebben we een dag dat we niet zoveel weggaan. Er moet gewoon even wat schoongemaakt worden. Hun zijn nog even huiswerk aan het maken. Ja, goed opgehangen meisje. Nou, ik doe natuurlijk de was weer. En misschien nog een beetje schoonmaken. Deze zijn haar gaan we knippen. En die van Dennis. En Dennis is nu nog even bezig met de vlog. Dus. We doen genoeg. Maar ja, of dat echt interessant is voor de vlog. Weet ik ook niet. We gaan gewoon lekker door. Kapsalon Loka. Van alle markten thuis. Moet toch gebeuren als we 7 weken weg zijn. Dus ik heb de spullen meegenomen. Vienna net gedaan. Elias een klein stukje. Zometeen die achter de camera nog, Lamero. En natuurlijk gaat Dennis zo alle haren van de grond opruimen, want zo asociaal zijn we ook weer niet. Ja? Ik dacht dat jij dat ging doen. Absoluut niet, dan mag je ook zelf knippen. Moet er gaan, hè? Ik doe het ene, en jij kan het andere doen. Goede taakverdeling. Ja. Nou, ik hoop dat je er wat moois van maakt. Ik hoop het ook, zullen we straks even filmen. Lamero en ik hadden eigenlijk zo'n R9 kapsel van... Die ja, Ronaldo, die dikke Ronaldo. Oh, dat is makkelijk. Kan ik wel even doen. Heel hoofd kaal met voorop alleen nog zo'n kuif. Zie je dat? Ja? Dan maak ik hier alvast uitsneden. Nee, doe maar niet. alleen als Lamero het ook doet. Nee. Doe dan maar een mooie Italiaanse kapsel. Doe ook zo'n Italiaans hoedje halen. Ja. En dan doe die baard trouwens maar weg, doe maar alleen zo'n dun snorretje. Mooi. Huh? Zo'n snorretje. Ja, zo'n dunne. Die net boven je lip zit. Wat ik heb. El Snorro. Nou, dan gaan we zo even filmen wat het resultaat is geworden, ja? Ja. Voor alle kapsters en kappers. Ik ben geen kapper. Dus ja, ik weet dat er vast wel foutjes in zitten. Maar ik heb mijn best gedaan. Juist wat geworden? Ik denk het wel. Ik vind het wel leuk. Ja, normaal heb ik een spiegel, zo kan ik het een beetje zien. Maar... Nu is het allemaal verrassing. Ik ga aan deze kant blijven, Lamero. Die kant heb ik nog niet helemaal allemaal afgewerkt. Wat vind je hier van deze kant, Lamero? Mooi. Ja? Zo, het volgende slachtoffer is aan de beurt. Lamero, R9 kapseltje of? Nee. Nee? Nou, het begint wel op te lijken.
Nee hoor. Ik denk dat je mama er wel wat moois van gaat maken. En we zijn nu uit eten in de pizzeria waar we gisteren hebben besteld. Maar hebben we pizza besteld? Ja, heel veel. Nee. Wat zegt Filomero? Heel veel. Helemaal niemand. Gisteren, ik vond de pizza lekker, maar niet iedereen. Sommigen vonden een beetje te veel olie. Ja, ik vond hem wel lekker, maar... Pizza. En wat heb jij gedaan? Wat heb je hier gemaakt? Vriendinnen? Ja. En praat ze Nederlands? Nee. Nee, hè? Dus dat is wel leuk, hè? Heb je gewoon vriendinnen die, ik denk, uit Duitsland komen. Ja, hè? Duits en Engels praten. Dus, lekker burgertje eten. En jij hebt spaghetti met truffel. Met truffel, hoor. Oh. Ik heb al een hapje genomen, heel lekker. We gaan even genieten hier. Ja. Cheers. Crème brûlée? Oeh, thank you so much. You're welcome. Wow, thank you. Grazie. Attenzione. You wait. Oh, vento. Thank you. In één keer. Vind je het lekker, Lamero? Ja. Het smaakt echt goed. Maar het smaakt ook een beetje naar vuurwerk. Mooi. Mooi. Net of een hap ratjes nemen. Ja. Maar het is wel lekker. Dus met oudjaarsdag gaan we maar een hapje vuurwerk nemen, denk ik. Wat ga je doen hier? Oh, nee, geen idee hoe vuurwerk smaakt, maar het proeft wel een beetje zo, denk ik. Ja. Ja, het is... Het ruikt door vuur uit en vuurwerk. Ja, het is wel lekker. Ja, wat voor dag is het vandaag? Donderdag. Donderdag, we gaan weer rijden. Hier is de kleine Vienna. En we hopen vandaag eindelijk de... Toren van Pisa te zien. Ja, nou, ik vond deze camping heerlijk. We gaan er zo vanaf. Even heerlijk. Gewoon even geknipt, douchen. Geknipt, douchen, wassen. Even niet zo lang rijden. Even niet zo lang rijden, maar we hebben ook niet echt gezwommen of zo. We hebben gewoon rustig aan even gedaan. Het was wel lekker. Gisteren heerlijk gegeten, hè? Ja, ja, alleen mijn stoepje, dat had cacao op, daar ben ik niet zo van. Alleen als het tiramisu vond je niet zo lekker, hè? Ja, alleen als je het al echt chocola is gemaakt. Ja. Wil je ook die scheve toren zien? Ja. Ja, ga jij dan ook scheef staan? Dan gaan we jouw scheef laten staan. Dan Mero. En ik heb vandaag even onze koelkast schoongemaakt. Maar je moet maar even kijken. Er zit zo weinig in. Maar we moeten echt heel nodig even naar de winkel. Hier zit een kleine diepvries. Er zitten nog een paar dingetjes in. Maar we hebben nodig weer groente, fruit en beleg. Dat soort dingen nodig. Hier hebben we insuline van Lamero. Maar verder moeten we aanvullen. Deze camperplek stond vol, dus we moesten even wachten op een plekje. Nou, geen probleem. Dus zodra er eentje uitrijdt, een camper, mochten wij erop. En wat denk je, er rijdt er een weg. Dan komt er een Fransman die iets verderop in de rij stond te wachten. Die drukt hem er even voor. Nou, dat laten we natuurlijk niet gebeuren. Was er nog even een discussie, want die man van de parking die wist niet meer wie er eerst was. Nou, uiteindelijk is het goed gekomen. Konden we erop en parkeren. We moeten een half uurtje lopen. We staan op een camperplaats hier in Pisa. Of net buiten Pisa. Moeten we een half uurtje lopen en dan komen we eraan. Ja. Dus heel benieuwd of het mooi en leuk is. We hebben al een klein beetje door Pisa gereden. Ik vond het wel een mooie stad. Oh, Vienna wel ook even gefilmd. En verder zullen we het zo meteen wel zien. Ja. Eerst maar eens even een wandelingetje maken. Oh ja, op deze camperplaats heb je... tot 8 uur ja, een soort van bewaking. Vind je van mensen die er lopen. Daarna niet meer. Dus of we hier blijven, ik denk het niet. Dus dan moeten we vanavond dus nog gaan rijden na 8 uur. En zie je al mensen op de foto gaan die hem proberen tegen te houden?
En wij zitten ook al een beetje in, zag ik. Oké. Okay. Nou, wat is hem dan? Ja hoor. De toren van pizza. We zijn er. Bij de toren van pizza. Ja, we hebben één doel van Elias behaald. Ik wou heel graag naar doen. Ja. En is het wat je van had verwacht? Ik wist wel altijd dat het wit was en scheef. Oké. Ook niet dat die gebouw is stond. Nou, Vienna die snapt niet dat die scheef staat. Die denkt, daar staat gewoon recht. Vind jij de Valamero? Mooi gebouw. Ja. Mooi wit, hè? Nou, hier staat dus nog een gebouw. Dat wisten wij helemaal niet. En eens. Daar? Ook nog een. Dus daar nog een. Daar ook nog een gebouw. Het is hier super druk, allemaal mensen die aan het opnemen zijn. Ja, en er staat ook in... Iedereen die probeert die toren tegen te houden, want allemaal steken ze die handjes uit. Maar je kunt er zelfs ook in, hè? Ja, maar dat kost wel kijken geld. Of we dat zo kunnen doen. Ik denk het haast niet, maar ik wist dat echt niet dat je erin kon. Ik ook niet. Ja, we hebben het echt gezien, in plaats van alleen op die pizzadoos. Yes. Pizzadoos zien we bijna nooit, toch? Nee. Okay. Nou, we zijn hier best wel lang geweest. Allemaal foto's en filmpjes gemaakt. Echt heel leuk, hè, jongens? Alleen maar filmpjes en foto's maken. Ja. Nee, dus valt wel iets tegen. Want ja, dan heb je dat ding gezien en dan een beetje foto's maken, filmpjes. En ja, wel ernaar kijken, want ik vind het echt wel een indrukwekkend gebouw. Jij dan? Ja, leuk om een keer te zien. Ja. Dat zoveel mensen hebben gezien. Als je één keer hebt gezien, dan weet je het ook wel. Dan weten we het al en we hebben hem allemaal een keer tegengehouden of omgeduwd. Was ook heel leuk. Jan, heb jij hem ook een keer tegengehouden en omgeduwd? Ja, hè? Nou, het is echt... kijk, ik wist eigenlijk ook gewoon niet dat je er zo dichtbij kon lopen. Dus je kunt er zelfs nog in. Maar... Had het wel afgemaakt als ze daar binnenin ook pizza's maken. Super mooi. Nou Dennis, dan is het wel heel het leuk dat we hem hebben gezien. Dat is wel weer een hoogtepuntje. Dat is weer een hoogtepuntje, hè Dennis? Ja. Er gaan nu heel veel mensen in omdat je dan de zonsondergang van boven kan zien. Ja, dat is heel leuk. Oh ja, en weer die Italiaanse lange bomen. Die vind ik ook zo leuk. Deze? En Rome genoemd. Zijn de roos. Nou? Scammers. Ja, waar zie jij scammers nu? Oh, Rolex-verkopers. Ik zag net allemaal iemand met allemaal neppe horloges, neppe tassen. Ja, die heb je overal. Kijk, ik heb wel één nep. Ik weet niet of die echt of nep is. Je had je als cadeautje gekregen, als het goed is, toch? Nou... Of was het een andere tas? Deze wou Diana niet meer, dus die heb ik van Diana. Nou, is altijd handig, hè? Ja. Okay. Ik heb ook wel weer zin om even naar huis te gaan, even lekker op een bankje te zitten. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik vond het ook heel leuk. Mama, kijk uit. Ja, Amy. Loop dan niet achter me aan. Mama, kom eens. Mama, kom eens. Ja. Ja. Oh. Ik laat een scheetje. Bij de pizza komen. Gadverdamme, jongen. Ik vind dat niet raar. Nee. Ik jongen. Strontkind. God. Ja, daarom heb je niet waarom dan meer altijd zo vinden stinkt. Nou, daar zien we hem nog. En wij lopen lekker terug. Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend. We zijn wakker geworden. Eigenlijk gewekt zijn we door een vrouw van de receptie van deze camperplek waar we staan. Het is een soort campercamping. En we kwamen hier gisteravond aan. Het was al heel rustig en er was ook niemand bij de receptie. En er hing een papiertje met... Zet maar neer. Zet maar neer. Dus we werden vanmorgen gewekt. Want wij zijn wel een beetje van het uitslapen. Nou, ze was er om 7:30. Dus dat was aardig op tijd. Wat? Ik ga niet zeker zeggen hoe laat het wel was, maar het was... Het was vroeg, hoor. Nee, jongen. Ja, jij sliep Okay. nog. Nee, ja, ik sliep niet. Jij sliep. Ja. Maar in ieder geval, we zijn al wel weer op de helft van onze vakantie. En dat is echt... Echt zo gaat het een beetje heel hard nu. Gaat even. Heel snel, ja. Dus over de 3 weken is het alweer gebeurd. We zijn nu in Italië. We gaan even kijken of... gaan we even naar het Gardameer? Ja, die kan misschien op. Ja. In ieder geval even naar boven. Cinque Terre of zo. Ik weet niet hoe ik het precies uit moet spreken. Schijnt nog een mooie plek te zijn.
Daar wou we even kijken. En dan gaan we ons klaarmaken voor Frankrijk. Ja. Ja, ik weet niet of dat nog 2 nachten stuurt. Ik moet even een beetje kijken. Want ik wil niet te veel achter elkaar rijden. Of wij. Eigenlijk allebei niet. De kinderen houden dat ook niet echt vol. Ze moeten af en toe even de benen strekken. Er zitten hier heel veel muggen. Dus hier willen we snel weer wegwezen. Ja, dat is wel een dingetje. Het lijkt wel of kokosolie trouwens een beetje helpt tegen de muggen. Dus even een kleine tip. Ja? Ja. Ik heb het nog niet opgesmeerd, maar oké. Ga gas geven. Ja. Kindje zit al netjes in de auto. Daar staat hij. Hele lege camping. En het wordt een mooie dag. Het is heerlijk weer in ieder geval, hè? Ja, dat is lekker. En je houdt nog zoveel van mij, hè? Tuurlijk. Altijd, hè? Altijd. Zelfs na al die weken zo op mekaars lip, gaat het... Wel wat paard, ja. 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 Ik weet toch wat ik gek voor ben. Nou, fijn. Wel even horen. En we zijn er onderweg. Deze keer hebben we besloten om toch maar naar Frankrijk te rijden. We hebben wel het gevoel dat we nog heel veel hadden kunnen zien in Italië. En we gaan denk ik vanmiddag nog wel even lunchen in Italië. Ja, even een doopje. Maar zijn we alleen maar aan het rijden. We hadden gekeken naar Milaan, was 5,5 uur. Het Gardermeer was 8,5 uur rijden. Dus dan... Ja, dat was ongeveer hetzelfde als Milaan. Ietsjes verder, niet achter. Maar in ieder geval, het was allebei ver rijden. Dus wij dachten van, nou ja, weet je, we hebben nog best wel wat landen die we willen zien. Laten we maar gewoon richting Frankrijk gaan. Ja. Dus dat gaan we nu doen. De kinderen hebben even in plaats van 2 banken en een tafel even een bed. Want ja, die willen gewoon even lekker chillen. Ze liggen lekker zo achterin. En je moet niet denken dat het altijd zo gezellig is. Twee jongens kunnen aardig ruzie maken, maar nou ja, als we het even een keertje wat anders doen, gaat het wel even een poosje goed. Ja. Lamero, rustig aan, oké. Ga maar gewoon liggen. Ik ben wel benieuwd naar Frankrijk. Ja, ik ook. Maar ik kom er natuurlijk wel heel kort. Ja. Maar wel mooie plekken natuurlijk. Monaco, Saint-Tropez. Ja, Monaco willen we even kijken. Ik weet eigenlijk niet of je daar met de camper een beetje kan parkeren, maar dan rijden we er maar gewoon doorheen. Ja, ik ben ook heel benieuwd wat we gaan zien en wat we echt kunnen doen of wat alleen maar kijken wordt. Baguettes eten, croissantjes. Baguettes en croissantjes, ja. En bij wat was die ene plek ook weer bij je wil? Saint-Tropez en? Monaco. Monaco, een beetje auto's kijken natuurlijk. Nou, het wordt wel weer leuk. Dan gaan we eindelijk een beetje richting Portugal, want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Maar dat duurt nog eventjes. En Spanje. Spanje ook. We lopen nog in Italië. We zijn een stadje in aan het wandelen. Soporno. Wat? Sortorno. Ja, deze. Nee. In Frankrijk. Oh nee. Oh nee, toch niet. Oh, nee, we lopen nog in Italië. Iedereen kreeg honger, maar we reden langs een hele mooie weg, langs de kust. Er was geen parkeerplek voor een camper, helemaal nul. Nee. Wat? Heel veel mooie tentjes. Met heel mooi uitzicht op de zee. Ja. Maar parkeren was niet te doen. Echt niet te doen. Dus nu op een gegeven moment kreeg iedereen. Te veel honger, zeiden we van nou. We zoeken een camping. We zoeken een camping in de buurt en dan gaan we lekker de stad inlopen. Dus we gaan even een tentje zoeken om te eten. En het is weer een typisch Italiaans stadje. Hier kunnen we vast wel wat te eten vinden. De deuren worden geopend. Hè? Daar kun je het menu checken. Dan gaan we zo even kijken wat ze allemaal hebben. Zie. First row. Ze komen pizza's brengen.
Je kunt niet heel goed zien op de video, denk ik, maar die dingen zijn groot. Hè? Ja. Heel groot. Extra bordje, want die kinderen die waren eentje wel zat. Maar het is een flink ding. Daar houden we van. Goed eten. Nou, we hebben ook echt honger, dus dat komt goed uit. We hebben lekker gegeten, of niet? Ja, veel van weinig. Alles was opgegaan. Ja. Ja. Smaakte goed. En nu zijn we even op het strand aan het kijken. En dan gaan we zo lekker naar huis. IJsje. Naar huis? Naar de camper. Dat is ons nieuwe huis. Oh. Misschien een ijsje. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend. Elias en ik hadden een wekker gezet. Want we willen zonsopgang een keer bekijken. We zitten hier vlak bij de zee aan het strand. Dus daar zijn we nu naartoe aan het lopen. En ik ben benieuwd. Vera en Lamero en Vienna die kwamen misschien zometeen ook nog. Die waren nog een beetje moe. Dus we gaan het zien. Hopelijk kunnen we even wat mooie beelden schieten met de drone. Ja, hij komt al een beetje op. Dus hopelijk kunnen we wat leuks zien. Ben je nog wel moe? Of inmiddels al heel fit? Een beetje moe. Dat is nog wel vroeg, hè? Maar wel leven hier in het centrum, hè? Zagen dat er koffiewinkeltjes open gingen. Ja. Mensen zitten al koffie te drinken. Spullen klaarleggen in de winkels. Dus ja, tijd voor een nieuwe dag. Nou, we hebben het gered. We hebben een mooi opzien komen, hè, de zon. Ja. Even wat beelden gemaakt met de drone. Ik ben nog niet zo'n hele goede dronepiloot, dus het zijn niet hele spectaculaire beelden. Maar ik zal ze even laten zien. Goedemorgen met Elias en mama en Elias rent gewoon weg. Ga maar schat. Lekker op het strand. Er is nog zo goed als niemand. Prachtig strand hier. Moesten we toch eventjes gaan zitten. En dan gaan we vanmiddag weer rijden. Ik hoor jullie denken, tenminste de mensen die diabetes kennen. Zo vaak pizza eten, dat is toch helemaal niet goed voor die jongen. Ja, voor wie is pizza wel goed? En we houden goed zijn waardes in de gaten. Hij heeft geen één avond hoog gezeten. Moet ik ook zeggen dat hij nu die hele fijne pomp heeft. En dat gaat gewoon goed. Dus tuurlijk kan hij beter niet te veel P-maaltijden. Zoals patat, pizza, dat soort dingen. Maar deze pomp maakt het allemaal een stuk beter. Voor niemand is natuurlijk pizza elke keer goed. Maar ja, het is ook een beetje vakantie en we maken gebruik van Italië. De rest van de landen gaan we waarschijnlijk gewoon wat meer thuis of in de camper eten. Ah, nee! Ah. Oké, mag ik het? Mooi maar. Dat was onze laatste camping. Camping Leo, ik haal die blauwe hoogingjes er even onderuit en we gaan weer. Hoeveelste land is dit? De achtste. Dennis, hoeveelste land is dit? Dikke machine. Nee. Duitsland, Oostenrijk. Ja, ook de vlag erbij. Kroatië, Italië. Zesde land. French, ja. Nou, we zijn in Oh nee, wacht. We zijn er. We zijn in Frankrijk. Ja. Wat moeten we doen? Oh, wacht, ik zet hem niet. Kun je neerzetten? Nou, die man wou net naar binnen. Hij kwam alleen de deur open doen en hij was al weg. Ik weet niet waarom. Douane, hè? Ja. Achterin kwam hij even kijken. Maar ja. Ik deed trapje voor hem uit en hij wou niet eens naar binnen lopen. Dus. Ja. Hij was misschien bang om binnen te stappen. Hij denkt, dan kom ik er niet meer uit. Is ook wel zo, want dan... Ja, dat is waar. Dan we zijn alweer aan het einde van de vlog. De vlog van Italië. Oh, in Italië, daar wou je zo graag heen. Nee. Hoe heb je het gehad? Ja. Wat ja? Leuk of niet leuk? Heel leuk. En jullie dan, jongens?
Ja, ook heel leuk, de toren van pizza. Pizza. De toren gemaakt van pizza's onderhand. Ja, het was echt genieten. En mooie dingen gezien. En dan gaan we zeker wel weer een keer... Ja, was heel mooi. Naar terug. We hebben, nou ja, zoals ik zei, mooie dingen gezien. Maar waar je zeker ook mooie dingen kan zien en kopen, is bij... DWS Decals. Als rijder of als team, je kunt daar terecht voor een dikke sticker set voor op je crossmotor. Ze maken het ontwerp en ze printen het. Echt topkwaliteit. Maar daarnaast bieden ze nog veel meer andere mooie producten. Check het gewoon even, dwsdecals.com. En momenteel hebben ze echt een hele dikke winactie online op hun Instagram pagina. Een winactie die deze jongen ook heel graag wil winnen. Daar doet hij al aan mee. Een motor die je kunt winnen. Het is een KTM SX150. En het is een supermotor. En als je niet wist wat het is. Dat is een motor met wegbanden. En er zitten altijd hele mooie stickers op. Dus het is eigenlijk een crossmotor die op de weg kan? Ja. Oh, gaaf. Nou, die wil iedereen wel winnen, denk ik. Ja, toch? Hè? Volgens mij loopt die actie, die winactie nog een poosje. Tot eind februari. Nou, kijk in ieder geval maar even op de Instagram. Nou, we hopen jullie gauw weer terug te zien bij een nieuwe vlog. Yes! Doei!